Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. Je moet daar dus tussen springen, dat wordt echt een feest, wordt dat. Laten we eerst eens kijken, want volgens mij kan je... Oh, no, dat is de verkeerde knop. Ik wil eigenlijk dat... Jezus, wat een moeilijk stuk is dit. Oh, het ging best aardig. Ik heb een klein beetje research gedaan en ik zag dat er dus heel veel, je hebt van die, die staan ook op de map, van die grote gele orbs zeg maar die je kan krijgen. En die zijn op zich wel te krijgen, alleen ik dacht elke keer, oh daar kan ik helemaal niet bij, maar er zijn meestal iets van geheime gangen waar ik dan nog niet vanaf weet zeg maar. Dus dat is wel een beetje tricky, laat ik het zo zeggen. Dit is fijn. Kunnen we even saven. Kijk. Oh. Oh, dit gaat niet goed. Oh, kan je daar niet aan vastpakken? Dat lijkt toch op iets waar je aan vast zou moeten kunnen pakken. Hoe deed je ook weer het veertje? Oh, dat was niet het veertje. Oké, okay, veertje is weer gevonden. Oeh, er is opeens weer een kutbeest. Weer verkeerde knop. Oké. Okay. Je kan dus als je op dit gedeelte van de game bent, kan je dus al veel meer levens hebben blijkbaar. We zijn bijna bij de plek waar we moeten zijn. Dat is hierboven eigenlijk. Oh. Kut. Net iets te ver doorgelopen. Dan moet ik dit kutstuk weer omhoog. Daarboven is nog iets, zag je dat? Gaan we eerst kijken wat hier beneden is. We hebben hier om één leven om dit te doen. Oké. Okay. Snel! Oh, oké. Ik snap hoe je dat stuk werkt. Oh. Kut, weer zo'n kutbeest. Volgende power-ups die ik moet gebruiken, die moet ik echt voor zorgen dat ik die gebruik in het versterken van mijn aanval. Ja. Fuck. Zou super helpen als ik hier kon saven.
Hier, dat bedoel ik. Wat is dat lampje dan wat eraan? Ik ben al geraakt. Nou, dit wordt al niks meer. Dat is zo raar gemaakt dat hij dan meteen doorloopt. Niet de eerste keer deze game. Nou, hier zitten we de hele aflevering, dan weten jullie dat al was. Oké, ik leef nog. Wat is dit? Fuck. Oké, dit zijn alleen levens die ik heb gekregen en ik heb niks. Ja, ik heb wel wat aan levens natuurlijk, maar... Oh, nee, dat meen je niet. One hit KO, what the fuck? Kut. Een save point. Oké, eigenlijk moet ik die bewaren tot ik hierboven ben. Oké. Nieuw save point. Heel fijn. Oh. Nou, nu ben ik dood. Dat is niet zo erg, want ik ben hier. Nou, leuk dat je hier dan vastpakt, Ori. Dat is fijn.
nog dood gegaan. What the fuck? Kut, dat was dom van mij. Dit was een foutje van mezelf. Dit was dan weer controlefout. Hier moet ik zijn. Alleen als ik hier naar beneden val, ben ik er op hetzelfde. Oh, wacht. Hier moet ik zijn. Waarschijnlijk. Nou. Nu nog maar één leven, dat is niet veel. Dat was niet handig. De dubbele jump. Oh. Het is zo kut. En het erg is nog dat ik er nog niet eens wat aan kan doen, maar dat het gewoon pure besturing is. Hey, dat is fijn. Fijn, weer een save point. Oh. Nou, laat me maar even doodgaan, ja. Wat? Oh, what the fuck was dat? Laat me maar weer doodgaan. Hoe gaan we dit beest killen? Yeah.
Hier, kijk hoeveel damage dat deed. Ik weet echt niet hoe ik deze beesten moet killen hoor. Het zijn er ook nog eens twee, het is er ook niet maar eentje. Dat deed veel damage. Dat was een goede good call. Kijk, volgens mij zijn ze allebei dood nou. Ja, oké. Okay. Nice. Trots op mezelf. Oh jee. Die oor moet weer ergens heen. Oh, er zitten. Snel! Oké. Oh, hoe werkt dit? Snel! Oké. Toch maar kijken of we door kunnen lopen dan. Dat kunnen we. Kut. Oké. Okay.
Oh, nice. We lit the shrouded lantern. It lifted the haze. Ori, the key to the forlorn ruins. The Gummon seal has been revealed. That's fine. Deep within the forest, south of this place, it's not too far from here. I can show you the way. What's that? Oké. Nou, dan gaan we daar naartoe. Oh. Fijn. Ability tree. Hoe kan ik sterker worden? Wacht. Dit is... creating soul link restores to... Die is best goed. Dit zal damage zijn, denk ik. Een light burst. Is dat gewoon normaal? Die wil ik uiteindelijk. Laat ik dan eerst gewoon de... Oh. En dan gewoon voor die voor de volgende. Interact. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vonden jullie het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag bij de volgende keer weer. Ik heb nog één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.